Nee. Nee, niet. Vrienden, welkom bij dit tweede deel over de illegale handel in diabetesmedicijn Ozempic. Vorige week zag je hoe onze gedupeerde opgelicht werd en wij probeerden de oplichter te ontmaskeren. But she still lives here. Ja? Yeah. En ook hoe we van de ene verbazing in de andere vielen. Emma? Ja, plot twist. In dit verhaal. Ja. Het zijn dus dezelfde foto's. Diegene zegt, het moet haast wel via mij zijn gegaan. En hoe we toch opeens belanden in een Ozempic deal. Maar daar stopt het verhaal niet. Wij hebben immers nog heel wat vragen. Bijvoorbeeld, hebben we nou zicht op een heus Ozempic-netwerk? En hoe werkt dit dan? En krijgt de gedupeerde haar geld nog terug? En dus pakken we deze week het verhaal op waar het de vorige keer ophield. Na die Ozempic-deal. Waar het dus volgens de beveiliging misschien iets spannender werd dan we hadden verwacht. Ik had wel het gevoel dat de mensen aan het kijken waren van wat ben je hier aan het doen? Er is wel alertheid hier. Dus, daar gaan we weer. Oké, uit alleen de appjes konden wij niet opmaken met wie we zaken gingen doen, maar inmiddels hebben we dus een gezicht, een bedrijfsnaam en de plaats Deventer. En zo kunnen we dus wel zien met wie we zaken doen. En de man met wie we te maken hebben is ene Mert. En omdat we niet precies weten waar we rekening mee moeten houden en we Mert wel voor de camera even willen bevragen over waarom hij een diabetesmedicijn op illegale wijze verkoopt, wordt ons door de beveiliging aangeraden de politie even te bellen met de vraag: is het veilig als we zomaar met een camera naar deze voordeur lopen? Dus dat doen we eerst maar even. Wij zijn al een tijd lang bezig met een Ozempic deal. Wij willen die dealer eigenlijk voor de camera trekken. Maar wij weten niet helemaal of dat nou veilig is en of we dat bij jullie moeten melden. Ik weet echt niet met wie ik te maken heb nu. Ik zie geen rare dingen van waar je rekening mee moet houden. Maar het adres komt ook, vind ik ook niks verontrustends. Oké. Okay. Jullie kunnen daar gewoon gaan draaien en dat mag gewoon. Goed, de politie zegt, ga maar langs. Dus, grote mannen die op de uitkijk staan, of niet, wij gaan langs. Oké, dus we rijden vanaf deze kant er zo erlangs. Ja, eromheen inderdaad. Ja. Deze. Hier. Ook deze. Daarachter, zeg maar. Ja, precies. Zet er maar even eentje verder. Ja, hier. Wij stappen uit. Ja, we gaan. Doe de camera maar even omlaag. Hallo. Hallo. Hi. Wij hebben een vraag. Ja, wij hebben net Ozempic gekocht aan dit adres. Nou, het is niet van mij in ieder geval. Nee? Nee. Mert? Ja, ik ben geen Mert zoals je ziet. Nee, is hij er? Nee, Mert is hier ook niet. Was hij hier net? Mert was hier dan. Maar was hier wel? Ja, maar ik... Ik ben geen Mert. Weet jij van niks? Nee, ik werk bij hem, bij een bedrijf maar. Nou, terwijl wij een veiligheidsoverleg hadden, is Mert dus vertrokken vanuit zijn Ozempic Deal Clubhuis. Een clubhuis dat eigenlijk zijn bedrijf is, waarvan zijn werknemers dus ook niet lijken te weten dat er gedeeld wordt. Maar dat terzijde. Ondertussen zijn wij nog eens bij Mert langs geweest met hetzelfde resultaat. Is Mert er vandaag? Mert is er niet. Maar we laten het er niet bij zitten en proberen het nog eens. En dus zijn we wederom onderweg naar Mert. Misschien lukt het ons deze keer om hem wel voor de camera te krijgen. We hebben het vandaag echter wel aangekondigd dat we komen. Maar in plaats van een bevestiging van het gesprek, krijgen we zijn advocaat op ons dak. En we krijgen te maken met Joe J. de Haas van kantoor De Vries van Spanje. En die Joe J. de Haas, die is niet blij. Nou, we hebben vandaag dus inderdaad het plan gehad om 1 uur weer naar die zaak te rijden. Ja. Dus zorg maar dat je er bent. En we krijgen nu onderweg een mail van die advocaat, Joe J. de Haas, dat hij niet met ons wil praten, omdat we een heel lul verhaal zouden niet... Eigenlijk hetzelfde lul verhaal als altijd. Wij zouden niet goed aan wederhoor doen. Ja, terwijl dit is de wederhoor. Dus we gaan heel even bellen. Laten we dat doen, ja. Goedendag, ik spreek met Tim Hofman. Ik ben op zoek naar Joe J. de Haas. Bent u een cliënt van hem? Nee. En gaat het om een cliënt van hem? Ja, het gaat om een cliënt van hem. Ja. Ja hoor. Is het weer zover?
antwoord. Ik kan een terugbelverzoek voor u aanmaken. Hij neemt contact met jou. Dankjewel. Graag gedaan. Fijne dag. Hoi, hoi. Ik wil het nummer van Joe J. de Haas. Ja. Ja, nou, wij hebben her en der nog wel wat contacten en cheffen zo het privénummer van Joe J. de Haas, want hij kan ons dan wel afwimpelen met een denigrerend mailtje, maar zijn cliënt dealt toch echt illegaal in een medicijn waar tekort aan zijn. En daar kan je best even op ingaan. Toch, meneer de Haas? Nou, we hebben het 06-nummer van Joe J. de Haas kunnen krijgen. Toch maar even bellen dan? Ja, zeker. Joe J. de Haas? Dag Joe J., spreek met Tim Hofman. Hallo? Hallo? Hi, je spreekt met Tim Hofman. Hi, hallo. Hi, hallo. Ik zag je mail. Ik snap niet helemaal wat je bedoelt. Nou, dat wederhoor niet op serieuze wijze wordt toegepast bij ons. En wat, waarom dat relevant is? Ja, ik denk dat het wel gewoon duidelijk is, Tim. Wat is er dan duidelijk? Nou ja, wat erin staat. Ja, maar dat doen we al 5 jaar niet meer. Niet bestaande prijzen en confetti-kanonnen. Dus ik weet niet wat je gezien hebt. En heb je dan een voorbeeld? Nee, ik refereer gewoon naar mijn mail verder, oké? Okay? Ja, hey, maar weet jij dat jouw cliënt illegaal een Ozempic dealt? Nou, hangt hij gewoon op. Hij heeft natuurlijk geen verhaal. Nee, natuurlijk niet. Wat is dit nou voor tactiek ook de hele tijd? Nou, geen idee hoe het normaal gaat bij advocatenkantoor De Vries en Van Spanje, maar op deze manier krijgen wij toch niet helemaal de indruk dat de cliënt van Joe J. de Haas een goede uitleg heeft voor zijn illegale praktijken. Maar goed, na wat heen en weer gemail met meneer de advocaat, krijgen we toch nog een antwoord. En dat nemen we, voor we doorgaan naar de volgende plottwist, graag nog even met je door. Goed, de advocaat van Mert heeft ons schriftelijk wederhoor gegeven. Ja. Nou, we hebben hem wat vragen gestuurd en die vragen waren onder andere... Doet hij dat vaker? Waar komt de Ozempic vandaan? En kent hij de oplichter die wij eerder op het spoor waren? Ja, kent hij die eerdere dealer? Nou, we kregen geen puntsgewijs antwoord, maar een statement. Daar hebben wij even uitgefilterd wat het belangrijkste was voor jullie om te weten. Allereerst, hij zegt dit niet structureel gedaan te hebben. Hij had een beperkte hoeveelheid doosjes via een kennis. Hoeveel doosjes waren dat? 18 volgens het statement. 18 doosjes Ozempic. Maar opvallend is dat hij tegen ons op WhatsApp zei... Ik blijf maar bezig met accounts maken. Ja, met TikTok-accounts waarop je het verkocht. Dus. Voor die maar 18 doosjes was hij continu bezig met accounts maken... om maar te zorgen dat hij die kon verkopen. Ja. Nou, dat vind ik een opvallende rekensom. Ja, vind ik ook. Daar mag je zelf je eigen conclusies uittrekken. Dan zegt hij, hij wist niet dat de doorverkoop niet mocht... omdat het middel in Turkije in de winkel verkrijgbaar zou zijn. Ja, dat is ook wel weer opvallend, omdat hij dus wel wist dat die verkoopaccounts op TikTok de hele tijd verwijderd werden. Dus dan zou er een belletje kunnen gaan rinkelen met, nou, dit is misschien niet helemaal de bedoeling. Plus al het nieuws afgelopen jaar eigenlijk over Ozempic, voor wie het is, wat het doet en waarom het doorverkopen illegaal is. Dan, en dat vind ik ook interessant, we hebben hem gevraagd, ben jij dan onderdeel van een organisatie? Ken jij die andere dealer die ons zou mieten in Deventer? Daarover zegt hij, dat is deze quote. Nou, hij kent haar niet van een organisatie, met wie dan ook is überhaupt geen sprake geweest. Cliënt vermoedt dat zij zonder medeweten foto's van zijn TikTok-account heeft gebruikt voor haar eigen handel. Ja, oké. Okay. Nou ja, dat kan. Wat opvallend hieraan is, is dus één, dat ze dezelfde foto's of praktisch dezelfde foto's gebruiken. Nou, dat kan toeval zijn. Maar twee, is dat hij zelf tegen ons heeft gezegd. Het moet haast wel via mij gegaan zijn. Het moet haast wel via mij gegaan zijn. Dat lijkt toch ook een beetje te suggereren dat hij... Dat hij met mensen samenwerkt. Met mensen samenwerkt. Toch? Ja, dat zeker. Zijn gewoon zijn eigen woorden. En zijn advocaat stuurt dan wel van niet. Maar het is goed dat jullie alle informatie eventjes hebben. Nou, verder had de advocaat een probleem met dat wij suggereren dat het verband houdt. Hè, de Ozempic dealer met de locatie van het bedrijf in Deventer. Ja, maar daar stuurde hij ons zelf naartoe. Hij zei, als je Ozempic wil kopen, kom naar mijn bedrijf in Deventer. Ja, daar gaan wij dan naartoe. Dat je dat rot vindt. En een slecht idee vindt achteraf, ja, daar kunnen wij ook niks aan doen. Kan gebeuren, snap ik. Ja. Maar goed. En Deventer brengt ons bij het volgende. Let op, plot twist. Deventer is de plek waar wij allereerst, natuurlijk, dat heb je vorige aflevering gezien, een deal zouden hebben. Nou kan het toeval zijn dat dit allebei in Deventer is. Maar speaking of Deventer, die betreffende dealer, daar hebben wij nieuws over. Want intussen zijn wij nog iets anders op het spoor gekomen en komen we weer terug bij waar we begonnen. Let op. Ja, dus wederom
Plot twist, want het spoor van Mert, ook wel dealer 2, loopt hier dus dood. Maar dan is er dus nog dealer 1, waar we in aflevering 1 dus aanvankelijk op zoek naar waren. Weet je nog? Maar die oplichter heb gezegd, ik ben er om half. Hij ziet staan de Ozempic naaier, zo staat hij in zijn telefoon. Misschien ken je die. Ja, misschien ken je Ozempic naaier. En hij denkt, hè, Ozempic naaier? Nou. Dus dan hopen dat je iets met haar niet hebt, want dat is niet eerlijk. Dit deurtje in onze zoektocht lijkt opeens wagenwijd open te staan. Kijk mee. Ja, we gaan terug naar dealer 1. Dealer 2 heb je net gezien. Dat is de man uit Deventer. Die schuiven we even opzij. Dealer 1 is de vrouw die onze gedupeerde opgelicht heeft en met wie we eigenlijk, zoals je in aflevering 1 zag, een afspraak hadden op Deventer station. Ja. Dat contact is een beetje verwaterd afgelopen maanden. Ja. Dus we wisten op een gegeven moment een verblijfadres, op een gegeven moment hadden we wat andere leads, maar die zijn allemaal doodgeslagen. Ja, en dat is wel frustrerend, want er zijn heel veel namen die aan haar gelinkt zijn, waarvan we niet weten of dat nou een netwerk is of dat zij dat alleen is. We zijn doorverwezen naar andere accountjes. We hebben al die namen met die tikkies en zo. We weten gewoon eigenlijk nog steeds heel weinig daarover. En we kunnen het alleen maar aan haar vragen. Ja. En dat lukt gewoon tot nu toe nog niet. Nee, we weten niet of ze onderdeel is van een groot netwerk. Is er een chef, dealer 2, die ontkent iets met haar te maken te hebben? Ja, dan houdt het daar op. Maar, na maanden is er misschien toch een opening. Ja, en het is heel erg spannend. Zij heeft namelijk, wij volgen haar met een schuilaccountje op Instagram. En zij heeft dus recentelijk nu een post gedaan met: ik ben op spoed op zoek naar iemand die vandaag of morgen mijn nagels kan doen. Ja, en wat heb jij net gedaan? Ik heb gedaan alsof ik haar nagels kan doen. Kan jij nagels doen? Nee. Ik weet helemaal niets van nagels, van geen enkele nagel. Maar we gaan het wel proberen. Ja, we dus hebben de vraagsticker beantwoord. Ja. Kunnen wij je nagels wel doen? Ja. En ze heeft al allemaal vragen over wat ik allemaal kan en zo. Dus we zijn in heel veel paniek met een collega-redacteur die er wel verstand van heeft. Proberen we dat contact, een beetje vertrouwen eigenlijk, te wekken. Ja. Dus als alles goed gaat, hebben wij een afspraak bij haar om haar nagels te doen. En het allergrappigste hieraan is dat het diezelfde nagels zijn als waarmee we op het spoor kwamen van wie zij nou is. Weet je nog, vorige aflevering? Deze foto en deze foto, waardoor wij dachten, verdom, dat is er gewoon. Dat zijn dezelfde nagels. Dat zijn dezelfde nagels, die van de Ozempic dealer en het TikTok-account. Ja. En dus is de vraag nu, accepteert zij jou als nagelstylist? Kunnen we naar haar toe? Kunnen we eindelijk zeggen, hallo, hier zijn we. Hoe zit het met het Ozempic-netwerk? Ja. Spannend. Nou, en je gelooft het niet, maar onze truc werkt. Wij bieden ons aan als de nicht van een nagelstylist en de Ozempic-dealer hapt. Ze vraagt ons in contact te brengen met de nagelstylist. En dat zijn wij natuurlijk ook zelf. We spreken een tijd af, we spreken een locatie af en dan spoeden we ons naar de afspraak. Maar in plaats van een manicuresetje hebben we natuurlijk onze camera mee. Dus na al die maanden zoeken krijgen we nu eindelijk antwoord op onze vragen. Wij zijn... Ik kan bijna niet geloven. Nee, ik kan het ook niet geloven. Je hebt het net gehoord. We hebben een afspraak als nagelstylist. Ja. We weten inmiddels het nieuwe adres. Ja. Dat is daarachter. We zijn te laat. We hebben 2 uur file gehad. Ja, en dat is ook echt waar. Even voor de goede orde. We weten dat ze nu thuis is. We weten waar ze zit. Ja. Als het vandaag niet lukt, dan volgende week wel. Maar we zijn hier al zo lang mee bezig. We willen dus dat geld terug. Ja. We willen dus weten, is ze onderdeel van een groter netwerk? Oké. We hebben ook geen beveiligers mee. We hebben helemaal nergens tijd voor gehad. Ik ben echt zelden zo hals over kop ergens naartoe gegaan. Nou, here we are. Oké. Nee, niet. Ja, jawel. Daar is dealer nummer 1. Wij zijn van het programma Boos. En wij hebben vernomen dat jij Ozempic verkoopt. Nee, ik verkoop geen Ozempic. Ja, alle sporen leiden naar jou. En misschien kun je ons even helpen. Ik wil niet op de camera. Nee, dat hoeft. Ik wil in ieder geval even met je praten. Ik wil niet op de camera, want... We hebben een aantal van je accounts en je oude adres. We konden ook zien dat jij Ozempic verkocht. Ik verkoop geen Ozempic. Volgens mij wel. Ken je mensen die Ozempic verkopen? Ja, niet persoonlijk, maar wel gewoon op het internet.
Niet persoonlijk. Ik wil best met jullie praten, maar niet op de camera. Oké, nou de camera staat daar, dus we kunnen zo even communiceren hoor. Je hebt wel degelijk, dat konden we namelijk zien via TikTok, dus Ozempic verkocht. Ik heb geen Ozempic verkocht. Sorry, maar volgens mij zit je echt aan het verkeerde eind. Echt. Nee, dat denk ik eigenlijk niet. Het telefoonnummer van degene die de Ozempic verkocht, kwam uit bij jouw TikTok-account. Dat kan niet, dat kan echt niet. Kijk, we gaan er ook niet mee naar de politie of zo. Het is vooral dat... Mag, ga naar de politie, want ik ben het niet. Letterlijk, ga naar de politie. Doe de deur even open. Dus de camera staat daar, we kunnen je niet zien. Ik woon hier ook niet zelf, hè. Daarom. We hebben contact gehad met een nummer... Dat was jouw nummer, dat stond ook op jouw bedrijfsnaam. En dat nummer is van jou en dat nummer gaat ook naar jouw TikTok-account. En met dat nummer hebben wij contact gehad over het kopen van Ozempic. En met dat nummer, wat zowel dus op jouw bedrijfsaccount staat... als dat het gelinkt is aan jouw TikTok... met dat nummer hebben wij contact gehad over het kopen van Ozempic. Misschien niet meer, want daarna hebben wij er inderdaad geen contact meer mee kunnen hebben. Oké, maar het stond wel op jouw KVK. En het zat ook gelinkt aan je TikTok-account. Ik heb één TikTok-account. Ja. Ja, klopt. Dat klopt wel. Maar dat zat aan een telefoonnummer vast. Bij dat telefoonnummer is die Ozempic gekocht. Ik zweer het, ik heb nooit Ozempic gekocht. Kun je TikTok aan ons laten zien? Welke TikTok? Gewoon jouw account? Ik kan al enige tijd niet meer in. Hé, hey, luister. We kunnen een paar dingen doen. Maar ik snap het niet. Alle wegen leiden naar jou. Kijk, er zijn ook foto's van jouw nagels die overeenkomen zoals ze op je TikTok staan... waarin jij Ozempic vasthoudt om een foto te sturen naar een koper bijvoorbeeld. Dat zijn dezelfde vingers. Dat zijn ook de nagels die we nu hebben besteld. En mijn adres, want het adres waar jullie dan met de KVK... Ik heb daar nooit officieel gewoond. Ik heb mijn KVK daar opgezet. Mag ik de foto zien? Ja. Van die Ozempic? Ja. Dat is gewoon een zwarte. Nee, dat waren exact dezelfde vingers en dezelfde nagellak. De nagellak die je vandaag trouwens ook zou nemen. Als op je Instagram-account. Of op je TikTok-account. Wat is jouw lezing? Hoe kan het dan, denk jij, dat wij bij jou uitkomen? Met dat telefoonnummer, met die foto's, met die nagels? Ik heb echt geen idee. Ik heb het gevoel dat degene die naar jullie heeft overgemaakt dat heeft gezegd. Hoe bedoel je? Ik heb het gevoel dat degene waar jullie naar over hebben gemaakt, dat die dat heeft gezegd. Naar wie wij dat hebben overgemaakt? Nee, waar hun naar hebben overgemaakt, denk ik. Nee, ze hebben... Kijk, het geld gaat voornamelijk naar andere rekeningnummers. Ja. Maar het telefoonnummer waar wij contact mee hebben gehad, dat leidt naar jou. En zo gaat het nog een tijdje door. De dealer ontkent, maar wij hebben toevallig nog wat opnames van de stem van de dealer. Dus die leggen we dan meteen maar even voor. Je hebt haar aan de telefoon gehad nog. Ja. Was dat dezelfde stem? Ik heb er een filmpje van. Dat zou ik even moeten opzoeken dan. Ja, als je heel even wacht. Hallo. Hey. Oh shit, oh sorry, ik wilde je niet storen. Dit ben jij gewoon. Wat, ik hoor niet. Nee, maakt niet uit hoor. Ik moet even kijken of ik vandaag naar buiten kan komen. Maar... Ja, snap ik, oké. Okay. We houden nog wel even contact, want hoe ver is het voor jou als je kan met OV toch? Ja, ik kan met de trein, maar dan is het iets van 2 uur of zo reizen. Maar dat kan wel hoor, alleen als jij ziek bent, kan een andere dag ook, dat maakt mij niet zoveel uit. Moet ik even kijken met school en zo, maar moet lukken wel. Is goed, laat het even weten. Ja, is goed. Oké, dankjewel. Volgens mij is dat gewoon jouw stem. En dit maakt alles ontkennen voor de dealer toch net even wat ingewikkelder. Kijk, wij doen dit al een tijdje. Ja. Dus we staan hier omdat we zeker weten... dat het gelinkt is aan jou. Het gaat om foto's van je handen, het telefoonnummer, TikTok-account, je stem, alles. Dus we kunnen twee dingen. We kunnen het heel ingewikkeld doen of heel makkelijk. Wij willen €150 terug sowieso. Wij wilden weten of je onderdeel was van een netwerk. Waar haal je die Ozempic dan? Wat andere vragen nog. We zagen nog dat de foto's die jij gebruikte of hergebruikt zijn... of jij hergebruikt foto's van iemand anders, van iemand uit het oosten van het land...
we kunnen nu weggaan, in principe. En dan gaan we op bureau nog een keer zoeken extra en dan komen we tot dezelfde conclusie en dan komen we nog een keer. Dat kan. We kunnen ook nu zeggen, geef die 150 euro gewoon terug. Dan zeg je, ja klopt, ik heb een foutje gemaakt, zand erover, gaan we weer weg. En dan is de rest jouw leven, jouw leven. Ja, maar ik sta voor altijd op dit moment. Luister, heb je het nou gedaan, ja of nee? Wees gewoon even eerlijk. Volgens mij staan we hier nu en zijn we allemaal niet gek om het zo maar even te zeggen. We hebben je stem, je vingers, je telefoonnummer, je accounts. Foutje gemaakt. Ja, zeg je? Ik doe het met een groep. Je doet het met een groep. Kijk, daar gaan we. We zaten toch aan het goede adres en ze doen het met een hele groep. En hoe werkt dat dan? Kan je dat eens uitleggen? Het is eigenlijk gewoon, ja, hoe werkt dat dan? Nou ja, waar hou je het vandaan? Met wie doe je dat dan? We kopen het gewoon in bij mensen van een recept, die gewoon een recept hebben. Ja. En het wordt meestal wel gewoon opgestuurd. Ja. Maar je hebt het ook een keer in ieder geval niet opgestuurd, dus dat geld willen we graag terug. Dat is 150 euro. Die rekeningnummers, waar dat naartoe gaat, van wie zijn die dan? Daar weet ik niks van. Nee? Sorry, daar weet ik echt niks van. Oké. Okay. Je stuurt gewoon tikkies door of zo? Of ik stuur geen tikkies door. Ik heb gewoon, gewoon via TikTok en die meidengroep heb ik gewoon contact gehad, maar... Ja. Is dat een soort, wat is het? Wat voor groep is dat? Hoor jij bij die groep? Hoe bedoel je, hoor je bij de groep? Ben je daar lid van? Nee, zijn het vrienden van jou? Nee, het zijn geen vrienden. Het zijn gewoon... Er is gewoon aan mij gevraagd of ik gewoon aan klanten wil komen. Ben je een dealer voor iemand anders dan? Ja, tussenpersoon zou ik zeggen. Ja, zo kan je het ook doen. Ja, en wie vraagt dat dan aan jou? Ja, dat ga ik niet zeggen. Weet je, het valt nu gewoon op mij. Prima. Ja. Maar daar zit dus iemand boven? Ja. Ik zeg je heel eerlijk, ik wist niet dat er mensen... Dit kan ik nu wel makkelijk zeggen, maar ik wist niet dat er mensen... opgelicht gingen worden, toch? Nee. Het gaat vaak genoeg goed en ik denk wat er mis is gegaan is dat diegene dacht van... Want normaal wordt het gewoon opgehaald. Eigenlijk haalt iedereen gewoon op. Ja, maar we hebben een afspraak gemaakt in Arnhem uit mijn hoofd. Deventer. Dat was ook met jou. Ja, weet je wat het is? Nee. We moeten dan zeg maar gewoon ergens heen. Ja, en als ik het goed begrijp ben jij dus tussenpersoon voor een groter netwerk. Kijk, wat eigenlijk een beetje de bedoeling is dat er, ik zit natuurlijk, ik ben gewoon een meisje en het is natuurlijk, de doelgroep is gewoon vrouwen, dames. Ja. En wat er eigenlijk gewoon is gevraagd is, wil jij gewoon een beetje die tussenpersoon zijn? Dus, ja, die mensen binnenhaalt. Ja, eigenlijk wel. Via je TikTok en via je Instagram. Via mijn TikTok. Oh ja, hoe hou je die mensen binnen dan? Of via Facebook? Ja, gewoon in Facebookgroepen. Ja, want er waren nog wat profielen. Doe je dat onder andere naam? Ik zit gewoon op Facebook. Gewoon onder je eigen naam heb ik je dat gedaan? Ik zit niet op Instagram. Je hebt wel Instagram. Ja, gewoon mijn eigen Instagram. Ja. Maar je zit dan op Facebook onder een andere naam? Ja. Oh, wat is en ook gewoon onder mezelf. Ja. En daar hou je dan mensen op Facebookgroepen hou je binnen en dan... Ja, dan wordt er gewoon... Er zijn echt gewoon groepen daarvoor. En hoe ben jij benaderd dan? Gewoon mensen die ik via ken. Ja. Ja. En dat is dan iemand die heeft waarschijnlijk een grote stash en die zoekt mensen om dat te verkopen. Ja, laten we zeggen, mannen weten, dit zijn eigenlijk gewoon, ja, criminelen is misschien een beetje overdreven, maar laten we zeggen, het zijn gewoon mensen die niet weten hoe ze een doelgroep als mij moeten benaderen. Ja, oké. Okay. En dan ben jij een soort tussenpersoon, want jij weet dat wel, zeg maar. Ja. Hey, en hoe werkt dat dan met betaling? Want jij haalt iemand binnen, dus jullie hebben dan contact. Ja. Dan zeg ik, ik kom die Ozempic halen, dan geef je 150 piek aan jou. Ze moesten eigenlijk gewoon cash betalen, maar als het online gaat, krijg je gewoon het rekeningnummer doorgestuurd. Ja. Dus ik weet niet per se waar het heen gaat. En hoeveel krijg jij dan? Ik krijg gewoon een klein deel, 50 euro. 50, dus een derde van die 150 is voor jou? Ja, ik heb zelf twee keer ook gewoon bij diegene gehaald. Voor jezelf? Ja. Oh ja, oké. Het zijn wel gewoon echte spuiten. Ik weet niet of jullie dat ook wouden weten, maar
Het zijn wel gewoon... Het is wel gewoon legit. En komt dat uit Nederland of uit Turkije? Of? Nederland. Ja. En ja, ook nog iets, maar ik weet niet waar. Maar dat was een Franse... misschien Marokko of zo. Ja. Stond de Franse tekst op. Nou, dit maakt wel echt inzichtelijk hoe dit nou eigenlijk werkt. Maar dan nog de vraag... is deze dealer nou verbonden aan die andere dealer? Aan Mert, dealer 2 uit Deventer. Dus is in het oosten van het land is iemand die dealt ook in Ozempic. Ja. Dat doet diegene vanuit een bedrijfspand. Daar hebben we ook Ozempic gehaald. En dat waren precies dezelfde foto's als die jij gebruikte. Die foto's die jij maakt, gebruikte van Ozempic. Welke foto's? Nee, dus die leek er heel erg op in ieder geval. Maar... We hebben het ding is want meer dat... Ik heb toch nooit echt van grote aantallen gestuurd? Nee. Kijk, er was een achtergrondje wat daarop leek. En na contact te hebben met die verkoper... zei die dat jullie foto's... dat het wel van dezelfde bron moest komen. Dat nou, volgens mij had hij mij... dat account heeft mij volgens mij wel benaderd... weer voor grote aantallen of zo. Kun je dat laten zien? Mijn telefoon is vorige of twee weken geleden gestolen bij het strafwerk. Krijg jij, als jij foto's van Ozempic stuurt naar iemand, soms zijn dat dus je eigen handen. Ja. Maar krijg je ook foto's van de chef, zeg maar? Ja, ik krijg. Ja, weet je wat het is? We zijn met zoveel en we zitten met best wel veel op dat account. Maar die foto's die op die TikTok staan, zijn echt allemaal overgenomen. En die foto's die ik heb gemaakt, is gewoon omdat ik één keer gewoon die spuit heb gekocht. Ja, wij wilden weten wat de connectie is tussen jou en dat andere account. En tot slot willen we ook nog even weten, hoeveel geld gaat hier nou eigenlijk in om? Hoeveel heb jij verkocht bijvoorbeeld, maar hoeveel verkopen andere mensen ook? Hoeveel aantallen gaat dat? En hoeveel geld gaat daar nou om? Heb jij een idee daarvan? Ja, wel veel. Ja? Het is wel echt een gouden business. Er zijn echt vrouwen die daar per pen echt €300 aan uit willen geven. Oh, ja. En omdat het zo schaars en is? Ik werd heel vaak bericht voor 30 pennen door mensen, voor 40 pennen. Mensen die dat van jou wilden kopen? Ja. En stuur je dat dan door naar de chef en dan kreeg je die 30 pennen en dan verkocht jij door? Nee, ik heb zelf nooit zulke aantallen... Ik heb ook echt misschien maar 5 keer echt met mensen afgesproken. Ik deed of tikkies doorsturen en dan het adres naar diegene doorsturen. Ja. Het ging er echt voornamelijk omdat ik gewoon heel veel connecties had. Ja, en dan kreeg je €50 per connectie. Maar want wat is jullie doel nu? Wij willen weten hoe zo'n netwerk werkt. Kijk, aanvankelijk was er gewoon iemand die zei, ik ben minderjarig. Je hebt iets verkocht aan een minderjarige. En die zou het opgestuurd krijgen. En dat geld dat was dus weg, €150. En wij dachten, dat is fascinerend. Die Ozempic is schaars. Wij wilden weten, hoe werkt zo'n netwerk dan? En krijgen we dat geld dan nog terug, zeg maar? Nou, die €150, ik vraag me af, ga jij die teruggeven? Ja, maar het gaat niet uit mijn zak komen. Nee. Dat weet ik wel. Ja, ik zit er ook niet per se mee dat die Ozempic niet bij haar is aangekomen. Want het is wel gewoon troep. Ik heb het nu 2 keer gebruikt. En het is gewoon echt slecht voor je. Ja. Ja, je valt gewoon af omdat je constant aan het kotsen bent. Ja? Ja, je bent gewoon constant ziek. Ja, zo hoef ik niet af te vallen. Dan ga ik wel gewoon heel de week snuiven als ik wil. Ik kan me ook niet voorstellen dat iemand van 17 dat een lichaam dat aan kan. Ik ben 25. Ja. Dus als ik er al zo slecht op ga... Ja. Maar wij wilden dan weten, bij wie moeten we dan zijn, weet je wel. Want wat even voor... Dus die Ozempic komt uit Nederland, wordt op recept gehaald en dan doorverkocht. Ja, de meeste Ozempics komen wel gewoon echt... uit Nederland. Kijk, ik weet niet of hun het echt van mensen hebben op recept, maar het zijn wel gewoon Nederlandse spuiten en ik heb zelf ook ervan gebruikt en het werkt wel gewoon. Ja, en waar komt dat dan vandaan? Ja, dat weet ik niet. Dat moet je echt niet... Ja, ik denk dat misschien... Ja, wordt dat niet onderschept of zo, denk ik dan? Oké. Dus voor de goede orde. Ja. Via Facebookgroepen en Telegramgroepen word jij dan benaderd. Ja. Wil iemand dealen? Ja. Dan krijg je thuis... of dan stuur je tikkies door of je stuurt mensen door. En heel af en toe heb jij thuis een stash. Mensen als jij hebben thuis een stash en dan spreek je af om. Ja, en mensen willen dan... wat ik ook bijvoorbeeld deed is... een beetje uitleg geven met het gebruik, et cetera. Ja, ja. Maar ja, daar houdt het eigenlijk nog gewoon op. Wat zat je aan het begin al stom uit je nek te lullen? Wat dan? Ja, ik dacht echt, wat is dit? Ik dacht niet eens dat het om opluchting ging. Maar ik dacht, dadelijk denken jullie dat ik al die Ozempic loop te verkopen. Zeg maar, dat ik al die... Dat deed je toch ook? Ja, vind je dat? Dat ik dat dan verkoop? Dat heb je toch gedaan? Ja, af en toe een spuit geven. Maar ik zie mezelf niet als een Ozempic verkoper of zo. Oké. Wij zijn iets verder in het onderzoek. Ja, iets verder. Ja, we hebben het onderzoek.
Oké. Okay. Moet ik je nagels nog even doen? Ja, jullie hebben echt mijn tijd verspild. Want... Ja, je moet eens weten hoeveel tijd wij hier in hebben zitten. Jezus. Doei. Doei. Goed, in principe weten we nu wat we wilden weten. Hoe zat deze deal in elkaar en hoe werkt zo'n netwerk? En dan blijft er nog maar één ding over. Zorgen dat de gedupeerde haar €150 terugkrijgt. Want als we toch bezig zijn, kunnen we dat net zo goed ook nog even regelen. En dus bellen we ook nog maar naar iemand van wie wij via horen dat hij dit netwerk zou runnen. Let op. Goed, dit zou een van de chefs van het netwerk zijn. Ja. Die gaan wij eens bellen en vragen of we dat geld terug kunnen krijgen. Ik hoop het. Hallo? Hi, dag. Ik spreek met Tim Hofman van Boos, Bien en Vara. Ik heb een vraag. Ik heb vernomen dat jij werkzaam bent in een Ozempic-netwerk vol Ozempic-dealers. Wie is dit? Tim Hofman van Boos, Bien en Vara. En waarom belt u mij? Nou, omdat we iemand hebben die Ozempic heeft besteld bij een van uw dealers... en die heeft niet geleverd gekregen. Dus wij waren voornemens, dat gaat om €150. Dus wij wilden graag die €150 eventjes terug. En wie heeft bij mij gehaald? Dat is een meisje. We kunnen dadelijk even de gegevens doorappen. Nee, dat is niet waar. Dus wat heb ik gedaan? Nou, in principe niks. Maar volgens mij ben jij verantwoordelijk binnen het Ozempic-netwerk, toch? Ik wil alleen dat geld eventjes terug van die klant. Kunnen we dat regelen? Dan bent u verder van ons af. Meneer, welke klant? U moet dat kunnen aantonen. Ja, dat is goed. Dat zal ik even doen. Ik stuur even een WhatsAppje op dit nummer met alle gegevens, oké? Okay? Ja, is goed. Dank u. Oké, okay. En als u dan dat geld over zou willen maken, het gaat om 150... Als u dan dat geld over zou willen maken, het gaat om €150, dus dat is niet zo gek veel. Ja, is goed. Stuurt u eerst naar mij, dan hoor ik het graag. Heel erg graag. Dankjewel, hè? Super. Hebben we dan een deal? Ja. Oké, deal. Deal? Ik hoop het wel, ja. Heel vreemd gesprek dit. Feitelijk zaten we met een drugsdealer geld terug te vragen. Maar ik kreeg dus wel de indruk dat het gelukt is. Ik hoop het. Ja. Ja, nee, goed gelul als brugman dan maar. Nou. Hier eindigt de rit. Hier eindigt de rit. Ja, 7 maanden. Na 7 maanden krijgt de gedupeerde die ons mailde het geld... Hopelijk terug. Wij gaan dat in ieder geval regelen. Volgens mij, ik kreeg de indruk dat hij dacht, shit. Ja. €150, die komt er zeer vermoedelijk aan. Dan hebben we volgens mij in beeld gebracht... Het netwerk. Ja, hoe werkt het eigenlijk in Nederland als je Ozempic koopt? Hoe werkt zo'n netwerk aan dealers? Dan hebben we ook nog laten zien waar je in Deventer Ozempic kan kopen. Bij welk bedrijf dat kan. Ja, hij deed het toch echt zelf? Deventer is de place to be voor Ozempic, dat weten we. En belangrijk, wat zijn nou de do's en don'ts als het gaat om Ozempic? Zowel maatschappelijk als persoonlijk. Ja. En dat was ook een van de vragen van degene die ons mailde. Maak er nou alsjeblieft eens een uitzending over. Dat hebben we bij deze gedaan. Dus. Dus, tot volgende week nog maar. Tot volgende week. Boos@bienervaren.nl. Als je ook boos bent, een ander probleem hebt, als je denkt, kaart dit eens aan. Wij zijn er voor jou. Volg ons ondertussen op Instagram. En dan zien we je... volgende week. En trouwens, vergeet niet te abonneren. Oh ja, dat is geinig. Dat is leuk. Tot de volgende. Goed, we sluiten deze aflevering af met mooi nieuws. Het geld aan onze minderjarige gedupeerde is inmiddels terugbetaald door dealer nummer 1. Dus dat is geregeld. Ben je ook boos? Weet ons te vinden. Boos@bienenvaren.nl als je iets wil agenderen, het op moet nemen tegen grote bedrijven, de staat of notoire oplichters. Of als je iets anders op je lever hebt. Voor nu, abonneer hieronder nog even en tot volgende week. Heb jij je funny jas? Wat is dit, je grapjas? Ja, maar hoezo? Gewoon helemaal grapjes maken. Ik moest gewoon niezen. Nee, het was een theatrale nies. Ik kon daar niet iets anders van maken. We hadden dus dit nummer ook weer geappt en gevraagd, kunnen we nog een keer Ozempic kopen? Ja. En toen zei hij, nee, doe dat niet meer. Ja, hoorde ik net in de voice-over ook al, ja. Hoezo, mevrouwtje? Zo. Moet niet denken dat u nu... Dat we al de feitjes even op een rij.